We zijn nog lekker aan het sneupen. Kijk hoe mooi. Roos achter mij. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 11 juli 2021. En het is nu 4:30 in de middag. En zoals jullie zien zijn we in de winkel. Kijk, 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 kijk. Deze mooie winkel. Dus we wensen jullie heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, we zijn nog lekker aan het sneupen. Kijk hoe mooi. Roos achter mij. Dat groene mandje, dat is van mij. En zo duur is het hier niet, jongens. Echt niet. Het is hier onwijs mooi. Gewoon lekker rustig. Kan je op je gemakje lekker lopen. Sneupen. Huh? Sneupen. Lekker sneupen, inderdaad. Kijk, hier heb je ook nog allemaal poeder. Kijk. Kijk, allemaal kruiden, 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 kruiden. Dus ja, dat is gewoon grappig. Kijk, knoflook. Peterselie, deze, want dit is, ja, dat is gewoon voor over de taart en alles. Paprika, curry, deze weet ik niet, deze ook niet, dus curry, curry. Kijk, dat is weer een stuk duurder volgens mij, maar nee, maar ze hebben hier gewoon echt van alles, echt geweldig. Dag man, je hebt ook een zakje champignonnetjes. Lekker hoor. Klein zakje maar. Met 3 kilo's. Met 3 kilo's, ja precies. Telefoon even schoonmaken. Mijn hoesje plakt aan alle kanten. Steeds leeg, ja. Nou ja, leeg, leeg. Wel allemaal PostNL karren trouwens, zag ik. PostNL karren, ja.
Flexzone, spot, P-studio en stop. Flexzone, ja ja. Ja. Maar ik heb mij laten vertellen dat deze Sligro, Macro weet ik veel waar die zit. Dit is Sligro en bij de Vliet is toch Macro, weet ik veel waar dat is. Maar het zal wel. Maar dat, en dat ook en ook Hanos een hele leuk is om daar te sneupen. Hanos. Hanos. Ja, Hanos. Hanos. Ja. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, dat, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.